Dames en heren, de 41ste ronde van Maarden-Kessel. Met natuurlijk op kop onze nationale kampioen Daan van Sint Maartensdijk en onze plaatselijke man Willem Pok. Gaan we kijken naar de doelkomst en dan gaan we eens kijken of die zes man nog steeds aan de leiding zijn. Dat zijn ze, de zes dus nog steeds onderweg en we gaan bellen voor premies. Premies bij volgende doorkomst. Heren, premies bij volgende doorkomst. Het kopgroep hier aangevoerd door Paul Gruithuizen werd dan afgelost door Luca Vreeswijk. Peloton onder aanvoering van onze nationale kampioen, dus Daan van Sint Maartensdijk. We hebben gebeld voor premies bij terugkeer. Premies dus bij volgende doorkomst. Dat peloton op één groot lang rek klimt. En dat betekent dat het hard gaat onder aanvoering dus van Daan van Sint Maartensdijk. Even die fijne sponsoren vandaag, montagebedrijf Koelen uit Lint. Snackbar het schuurtje in Lint en grondverzet- en verhuurbedrijf Arnoud van Os. En dan moet vader Bok nog uitkijken, want dan wordt zijn prestatie in de toekomst wellicht gegeven daar. Ja, ja, hier de binnenkomst op een mooie tweede plaats. Komt hier binnen Arjan Kuiten. En dan wordt hier gesprint om de nationale tricolor. Maar volgens mij was het Patrick Koster, de man uit Hasselt. We gaan het allemaal horen van uitkomstrechter Jan Dorissen. En we zijn eraan vertrokken. De voorrijauto was al onderweg. De nieuwelingen zijn begonnen aan hun 41ste ronde van Maarden-Kessel. Sprinten. Dus de voorrijwagen, de mooie Prius van Jos van Bokstel. Hier wordt dus gesprint om de premies bij de mannen. Dat allemaal onder aanvoering van Owen Gelijn, de man uit Rijzenhout. Hij pakt hier de eerste premie. Ja, 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 het is er eentje van de jonge renner. Het is met 49 Hidde van Veenendaal, de man uit Dongen. Hij rijdt het hier naar het hoogste trapje hier in Maarden-Kessel. En ze zijn er mee vertrokken, de mannen dus bij de elite, belofte en amateurs. Hier dus te gast in Maarden-Kessel. Ah, hier de eerste grote achtervolgende groep komt dan korter en korter. We hebben nog 13 ronden voor de wielen.
steekt ze met drie bij elkaar. Van Zandbeek, het is goed en Gmeling, Gmeling. Twee ronden koers, twee ronden nog te gaan hier in Marekessel. We gaan het zien wie hier het hoogste trapje gaat bestrijden. Het is spannend met die drie mannen aan de leiding. Zouden ze bij elkaar blijven of wachten ze de sprint af en gaan ze met z'n drieën hier op de streep beslissen? We gaan het zien. Where we be, you can find me in the club.